Zijn we weer even op het grimmige parkeerplaatsje met min 20% op alle cafeïnehoudende productjes weer. En ik heb hier een beker vol met ijswater, want het is 25 graden en dan is het wel lekker om even die watermeloen gewoon te pakken zo. En in je bidon te gooien, met een beukertje Federie, en dan ben je helemaal top. Hop. Ah, een beetje, het is maandag. Chest day for glory! Zowel beukers hier! We breken die hele tent af, pure winst! Die stem is er gewoon nog, hè? Gek, hè? Dit is een tropicaltje. Verse. Lekker. Hey, er is ook geen toeval dat we natuurlijk in de meimaand de cafeïnemaand erin rammen. Want dat is wel de laatste maand, zeg maar, die je gewoon nu moet benutten om gauw droog te worden. Met het mooie weer. Eigenlijk moet je dus gewoon klaar zijn, hè. Want ik heb net weer een interviewtje gedaan bij de Telegraaf over dat diabetesverhaal. Dat er nu steeds meer mensen zijn met diabetes in Nederland. En dat het gewoon echt meer dan een miljoen is, zeg maar. Diabetes type 2, dat is iets wat gebeurt vanuit je lichaam zelf. Die reageert op jouw eigen lifestyle. Er is niks mis met jouw lichaam. Dat is puur omdat je dus waarschijnlijk 10 tot 20 jaar lang de verkeerde keuzes maakt. Elke dag. En de diabetes type 1, daar kan je dus niets aan doen. Diabetes type 2, daar kan je dus wel wat aan doen. En trouwens, met type 1 kan je natuurlijk wel wat lifestyle aanpassingen maken, waardoor je wel prettiger en langer kan leven. Dat sowieso. Alleen, er is geen, voor allebei eigenlijk geen medicijn eigenlijk wat het echt oplost. Wat houdt het in? Diabetes type 2, dat is dus iets wat je lichaam die reageert op je koolhydraatinname. Te veel eten bijvoorbeeld, te weinig beweging. En dat stapelt zich op, totdat jouw lichaam gewoon te veel insuline in het lichaam heeft. Dat moet je dus zien te verlagen. Nou, dat kunnen we met van alles gaan doen, met medicijnen en weet ik het allemaal. Maar het belangrijkste is dus gewoon je lifestyle dus aanpassen. Dan is het zelfs nog mogelijk om diabetes type 2 terug te draaien. En dat kan dus door minder frequent te eten. Dus niet 5 keer of 6 keer per dag suiker gaan zitten eten. En wat doen we nu tegenwoordig met elke tv? Reclame. Dan wordt er dus op de reclame gezegd, lekker koekje van weet ik veel wat, met suiker erin en bla bla bla. En dan denkt jouw brein weer, oh, dat ga ik even pakken nu, want er is toch reclame. Dus het is iets wat gebeurt ook bij die generatie die naar de tv keek heel erg. Nu ook bij jongeren die alleen maar lopen te gamen met suiker, drankjes en noem maar op. Want dat is dus ook een probleem. Je hoeft ook niet per se daar dik voor te zijn, hè. Dat is iets wat wel veel voorkomt. Maar het hoeft dus niet per se. Als jij de hele tijd suiker zit te drinken, dan raakt jouw lichaam dus overbelast met te veel suiker in de bloedbaan. Dat is dus wat er gebeurt, zeg maar. Voor de rest ben ik geen arts, wil ik ook niemand gekke informatie geven. Maar lifestyle aanpassingen kan je dus doen. Dus neem een diëtist in handen. Wij hebben zelf ook diëtisten bij ons teamwerk, bij ons coachingteam. Clean Nutrition, meer supplementen. Dus voor meer informatie, dan moet je dus het coachingprogramma gaan volgen. En dan kan je dus in contact raken met onze diëtisten. Link staat in de beschrijving van deze video. Maar ik hoop toch echt, Karel, dat het dus niet voor onze groeimaat allemaal is. En mocht het nou wel zo zijn, dan zijn we hier om jullie te helpen. Om die schop onder je reet te geven. Elke dag weer. Al meer dan 10 jaar lang sta ik op dat kut YouTube video's te maken. Over hoe je meer moet bewegen. En we worden ook door de media soms afgeslacht. En weet ik het allemaal, dik zijn is allemaal maar goed. En die Job met zijn scoopies en bla bla bla. Maar uiteindelijk zijn wij de mensen die andere mensen helpen met een gezonde gouden lifestyle, motherfucker! Zo, ik ben niet van de politieke correcte dan, weet je? Je moet gewoon schreeuwen. Het is gewoon BAM! Want die mensen die willen niet veranderen! En die moeten gewoon even wat horen van iemand die wel in shape is. Op zijn 35e met 2 kinderen en 2 miljoen bedrijven en weet ik het allemaal dat hij allemaal runt. En ik kom ook van stront, want ik was toen fit en ik ben nu fit. Ik ben in elke situatie was ik fit. Dat is het belangrijkste wat je kan doen. Dus als je geen geld hebt, moet je fit zijn. En als je wel geld hebt, moet je al helemaal fit zijn. Want inderdaad, met geld kan je ook nog meer doen ook. Dan kan je de beste supplement halen, de beste begeleiding halen. Dan kan je die shortcuts maken van personal trainers, van diëtistes. En anders moet je het allemaal zelf gaan doen, wat ik zelf ook allemaal heb lopen doen. En dat is prima. Kan gewoon. YouTube. Naar onze video's kijken, maar ook naar anderen kijken. Het is allemaal zo makkelijk. Maar thuis gaan zitten janken op het internet de hele tijd, dat heeft geen zin. En al helemaal niet luisteren naar die mensen die ook zo lopen te janken op dat internet. En dan bedoel ik mee de bekende mensen die dan bepaalde dingen roepen de afgelopen jaren. Dat hele dik zijn is oké. En ja, het is allemaal wel prima. Het
is dus niet prima. Elke arts die zegt dat dat dus niet prima is. Kom op jongens. Het is een hartstikke groot probleem aan het worden in de westerse wereld. Het is niet oké. Dus realiseer dat eerst even. En als jij je leven wil verneuken, prima. Maar we gaan niet zeggen dat het goed voor je is. Dat dat gezond is. Dat het wel oké is om zo dik te zijn. Dat is het echt niet gewoon. Maar als jij het zo wil hebben, als jij dat wil zijn, dat is prima. Maar dan hoef je niet dat te gaan zitten preachen dat het goed voor je is. Want dan ben je gewoon bullshit aan het vertellen. Dat is het niet. Dat is hetzelfde als dat ik ga roepen, ja, dat hard gaan op die feesten, dat is echt goed voor je gezondheid. Dat is het niet! De hele dag zouten blikken drinken is goed voor je gezondheid. Dat is het niet! Maar dat weten we wel! Dus je hoeft je eigen verslaving niet goed te gaan praten. Dat is wat die mensen allemaal doen op het internet. Die gaan hun eigen ziekte gaan ze goed praten. Dat moeten we dus niet tolereren gewoon. En je hebt ook gewoon een verantwoordelijkheid, vind ik, als je een bepaalde following hebt. Die mensen luisteren naar je, weet je wel. Dus er zitten echt implicaties achter, zeg maar, als je dat soort verhalen naar buiten brengt. Dus dat wil ik ook niet meer hebben eigenlijk. Maar daarom hebben wij weer dit kanaal. Dus wel bedankt dat jullie kijken, jongens, heel te maanden. En wij gaan nu even die tent afbreken en we gaan verrood! En ik hoop dat jullie dat ook doen, gooi water! Hey Lord. Oh, een EX5. Oh. Lord. Chest day, hè? Oh. Wat is er? Nodig, jongen. Oh. Wat is er? Wat? Ik moet het onnodig. Nee, niet weer zo laten. Oh. Nee, brandnetels. Pas op, joh. Oh. Pas op voor die brandnetels en die beren klauwen. Wow! Hey. Wow! 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 Pak jij voor de rest van de scoops, oké? Okay? Collega. Hey, die X5 van de topauto, hè? Hey. De topauto, hè? Kijk, ik deed dit is bij mijn Tesla, let op. Dat deed ik. Het is ook gewoon helemaal in de Tesla. Ja, maar hier toch ook? Oh, hier ja, maar, ook? Ja, maar niet zo erg, toch? Nee, ja, wel. Er zit wel een klein deukje in nu, ja. Kut. Oh. Als je zo kijkt is het nog erg hoor. Ja. Kijk, als je hier staat, moet je hier staan. Maar dit is bij een Tesla, dat kan dus echt niet, weet je. Nee, deze ook niet dus. Maar toen kreeg ik mijn voeten niet eens uit, hè. Zat ik er helemaal in, gewoon. Nou, pure wind. Ja. Klein benchpress, want het is maandag, chest day, dus sowieso zijn alle normale bankdrukjes gezet. Als je nou een grotere bovenchest wil hebben, zodat als je zo'n overhemdje aan hebt of een polootje, Lodewijk, kom je dus hier Harbour Club voor binnen, pam, hier is die chest, motherfucker, klaar om te neuken. Dan doe je deze dus als eerst, zodat je chest vers kan groeien met de eerste oefening, want dan ga je toch wel de meeste energie ook in stoppen. En dan kan je daar een periode op focussen bijvoorbeeld, zodat je dus eindelijk een keertje hebt geneukt. Zo, ik doe nu elke set even het gewicht verhogen. Het is heel belangrijk dus dat je in die sets tot het punt gaat dat je dus 1 of 2 reps misschien over hebt in de tank. En dan maakt het niet zoveel uit wat je nou verder doet. Of je nou 4 herhalingen doet of 30. Het gaat om die laatste 1-2 reps die je dan over moet hebben. Je wil ook niet compleet tot falen gaan in elke set. Want dan raak je weer overbelast met je lichaam. En dat gaat weer tegen de groei in werken. Dan kan je ook krimpen. Lord? Ja. Met je bicep bijvoorbeeld gescheurd of jij stelt niet snel genoeg voor je volgende training. Dus dat wil je voorkomen. De 1 of 2 reps overhouden in de tank. Maar je moet er ook weer niet 5 overhouden. Dus dat is net het randje opzoeken. Had ik een 0 over in de tank. Oh, en dat is wel op zich wel lekker in je laatste set.
Het is buiten natuurlijk heel mooi weer. Ze zijn niet te lang in de gym. Eén oefeningetje nog meepakken voor de bovenkant. Wederom weer even die driehoek creëren hier. Zo, polootje, overhemdje, pats, ketting, schoepketting. En doe ik een superset met een squat erbij. Op maandag is het squatrek natuurlijk helemaal vrij. Dus dan kan je op die manier ook snel trainen. De oefeningen pakken die niemand wil doen op maandag. Dit is al mijn laatste set. Gelijk door naar het squat rek. Droog ook, hè? Kijk. Ik heb een MRI-scan gedaan. Ik heb twee hernia's ook. Hè. Twee hernia's plus gescheurde wervels. Dus eigenlijk kan ik niet meer zwaar deadliften. Dit soort dingen een beetje mee oppassen, maar het is niet best. Het gaat nooit meer goed komen ook. Met deze wetenschap die we nu hebben. Ik weet niet of ik er nou 9 of 10 noem, maar ik doe er dan nog één extra. Zo toch? Oeh. Hey, dit is zwaar hoor. Wij doen trouwens full body vandaag. En dan doe ik eigenlijk 3 werksets maximaal. Zo kunnen we het volume verdelen over de hele week. Pak ik 1, soms 2 oefeningen per spier. Vandaag had ik dus 2 chest oefeningen. En de rest allemaal 1. Dan kan je dat morgen kan je weer de lichaam trainen. Dan heb je die hele pomp, alles staan, weet je wel. Als je een rugbywedstrijd hebt gespeeld. Alsof je gewoon een rugbywedstrijd aan het spelen bent, ja. Ik moet je altijd even meepakken voor buffel. Bij de uitgang, extra setje biceps. Of doen we dat niet meer, Lord? Nee, ik niet, jullie wel. Nou, dat was hem weer. Voor vandaag. Hey, bam! Hey, Maarten, als jij nou op de bank zit en je zit een beetje tegen het sporten op te kijken van nou, voor mij even iets te gek in de gym met al die getrainde gastjes zoals ik en zo. Ga dan gewoon eerst gewoon buiten wandelen, half uur per dag. Ga dan even fietsen, dan een keertje joggen. En vervolgens ga je stapje voor stapje steeds verder fitter worden, ga je jezelf verzekerd voelen. En dan durf je ook wat meer in de gym. Dus kleine stapjes. Dus even een serieus gesprekje was dat ooit. Het doel is ook echt dat we mensen helpen, hè? Dat we jou een schop onder je reet geven, maar ook dat je dus wel realistisch aan je doelen werkt. Abonneer voor die grotere chest, is gratis. Allemaal gratis informatie. Al is het motivatie. Dat is wel de eerste stap. Klik op die abonneerknop. Hey. En dan ga je steeds verder. Hoe lekker.